Hey, good morning. Het is op dit moment dinsdag en de normale werkweek is gisteren dus weer van start gegaan. Step out of the dark, soldier on the march. Marije is er, de nanny, en zoals ook voorheen in ons vorige huis komt hij hier gewoon aan huis om op Alexis te letten terwijl ik dus aan het werk ben. Het is super lekker weer, dus ik zit hier eventjes aan de eetkamertafel te werken. Dit is mijn outfitje van vandaag. Ik heb weer een essential pak aan, een nieuwe, met een lekkere stretch waistband. Echt ideaal. Ik heb er nu even een lekker super oversized blouse. Draag ik erop en het jasje. Ik had net dus nog eventjes een afspraak hier in het hotel, vandaar dat ik helemaal aangekleed ben, want als ik thuis werk zou ik natuurlijk gewoon met een knot op mijn hoofd en met joggingpak kunnen zitten. Maar ik heb mezelf eventjes aangekleed en ik ben ook echt heel erg blij met deze nieuwe pakken in de collectie, want ze zitten echt super 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 lekker. Dus ik kan iedereen aanraden, of je nou pregnant bent of niet, om even die pakken uit te proberen. Ik heb nu een maatje groter aan dan wat ik normaal zou dragen, omdat mijn buik natuurlijk enorm aan het groeien is. Vanmorgen heb ik trouwens ook al mijn eerste personal training gehad hier in het hotel. En dat ging super goed. Het is toch ook wel echt weer fijn om in een echte gym te sporten met alle equipment bij de hand. En als grote uitzondering mocht Ali mij dus blijven trainen hier in het hotel. Want het hotel heeft natuurlijk zijn eigen trainers ook beschikbaar. Maar omdat Ali mij al langer traint, mijn lichaam heel goed kent en ik nu ook nog eens in verwachting ben en hier 2 maanden verblijf, vonden ze het goed als Ali mij zou blijven trainen. En op dit moment in verband met de coronamaatregelen moet je sowieso ruimtes reserveren. Dat geldt voor zowel de restaurants als de gym, dus dan moet je even laten weten dat je komt. Er zijn dan ook niet veel andere mensen aan het sporten, dus het is allemaal nog vrij rustig. Dus dat is wel heel erg fijn. Dus we hebben gewoon alle ruimte om lekker samen te sporten. Dus dat ging heel goed weer vanmorgen. En vandaag ben ik dus hier thuis aan het werk. En ik heb nog een paar dingen die ik echt even af moet krijgen. Dus ik ga gauw weer achter mijn laptopje zitten. En dan spreek ik jullie later. Zo, daar zitten ze dan hoor. Ik was hier dus nog nooit geweest. Kan natuurlijk niet. Nee, dat is Amsterdamse. Maar het is echt heel mooi. Uitzichten. Ik zei even. De 23e verdieping. Met de sunset. En Jamie had ook een hele mooie cocktail, maar uiteraard is die op. En ik uiteraard een mocktail. En Nick die is bij Alexis. Volgens mij ook serieus bij haar in bed gaan liggen, want ze wilde niet slapen. En wij wilden even lekker cocktails drinken en bijkletsen. Zo, vrijdagmiddag. Ik ben bijna klaar met werken. Ik moet nog even een paar dingetjes doen. Maar één van de voordelen wanneer je in een hotel woont, is dat je stomerij gewoon kan laten ophalen. En ik was er weer bijna vergeten dat ik dus... Ik had even lekker al mijn wittige couverts op laten halen. En even laten opfrissen bij de stomerij. En dat hangt dan gewoon zo klaar als je binnenkomt. Wat een luxe. Oh, 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 oh. Nou, en aankomende week dus vakantie. En we hebben dus al even gereserveerd voor het zwembad. Morgen gaan we de eerste keer samen met Alexis lekker zwemmen hier. Het is nog wel zo dat je een baan moet reserveren in het zwembad in verband met corona. Er zijn nog steeds natuurlijk wat beperkingen. En we hoopten natuurlijk dat het allemaal op zou lossen tegen de tijd dat we hier zouden zitten. Maar gezien de vreemde situatie nog steeds overal ter wereld, blijven bepaalde beperkingen wel bestaan. Zo loopt de voltallige crew hier in Takura nog steeds rond met mondkapjes. Ja, daar hebben wij natuurlijk totaal geen last van. Het geeft je alleen maar een heel erg veilig gevoel. Verder is er nog een 1,5 meter regel. Dus in de restaurants mag je met je eigen gezin gewoon bij elkaar zitten. Maar als je met andere mensen afspreekt, dan moet je op die 1,5 meter afstand van elkaar zitten. Nou, dat is heel goed te doen en dat hebben ze hier allemaal
super geregeld. En in principe moet je gewoon overal goed voor reserveren. Dus voor het ontbijt, voor de gym, voor het zwembad, dat soort dingen. Dus vandaar dat we even wat reserveringen hebben gemaakt. En we zijn dus een beetje een planning aan het maken. Die gaan we dit weekend afmaken. Zodat als Luanne hier zondag aankomt, dat we dan een volle planning hebben met allemaal leuke dingen om te doen hier in Amsterdam. En ook in en om het hotel natuurlijk. Mijn eerste echte vakantie in eigen land. Dus ik ben heel benieuwd. Maar we gaan dus niet heel Nederland intrekken. We gaan echt juist hier focussen op Amsterdam. Dus dat maakt het extra leuk voor mij. Een soort van afscheid nemen van mijn stad, zolang we hier nog wonen. Een kak. Een avocado. Ja, de helft daarvan. Dat vind ik niet zo lekker. Nee? Ik wel hoor. Mama vindt dat heel lekker, avocado. Ja. Hey, wat doet die meneer op tv? Daar? Dat kan Alexis ook, hè? Dat hebben we net gedaan. Ja. Dat kan jij heel goed, hè, zonder bandjes. Vertel eens. Ging jij drijven en zwemmen zonder bandjes? Net in het zwembad. Je zou ook naar binnen kunnen doen, dan heb je er weer geen last van natuurlijk. Hallo? Oh, papa. Het is zaterdagavond en Nick die was eventjes boven in de bar. Gisteravond was ik er immers. En het is over 10 minuten zijn verjaardag. Dus ik heb iets voor hem besteld. Hij kan elk moment hier zijn namelijk. Kijk hoe leuk. Goed, morgen gaan we het uiteraard uitgebreid vieren met de kids en met zijn zusjes. Gaan we lekker eten bij Sazanka. Dus we hebben gewoon een super lang birthday weekend. Onwijs leuk. Waar wil mijn kids eten? Heb je dat al gezien dan? Heb je dat al gezien? Nee toch? Ja? Zullen we aan papa geven? Lang zal ze leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Liebe de piep, hoera voor papa! Hé, maar wat is dit? En 3 voor mij. Wow, dat is echt vet cool. Dat is ook heel veel. Ook eentje voor mama en eentje voor Alexis, toch? Komt er aan, Alexis? Lulu? Oh, rennen. Rennen. Andere kant. Dat is kip. Dat eentje is ringen en kipwaden. En nu zegt hij elke keer bij ons. Ze gaan samen koken voor ons. Is het op? Heb je het helemaal op? Hier is nog. Is lekker zalm. Zul je rijst toch? Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nick. Happy birthday to you. Hyper de piep. Hoera! Hoera! Hoera!
Ze komen niet, zeg. 3, 2, 1. Happy birthday! Lexus. Van wie heb jij dat? Wie doe jij na? Oké dan. Eerst even ontbijten, oké? Ik heb niet honger. Oh, je wil zo graag zwemmen? Ja. Oh, de lift is er. Wij moeten de buitenlift. Schatrie. Ja. Lekker, Alexis. Zo, nou, we zijn non-stop leuke dingen aan het doen. Dus we hebben net geshopt eventjes bij Zara voor Lulu en Alexis. En we zijn bij de Starbucks geweest. En nu zijn we onderweg naar Anna Lucinch Upside Down. Daar heeft Lou het al weken over. Dus daar gaan we nu naartoe. Lexie, wat vond je van Upside Down? Vond je het leuk? Ja. Alexis is nu doodmoe. Alexis, zullen we nog een keer? Ja. Ja, oké. Goed zo. Alexis, mag mama dan een hapje? Nee. Nee? Kleine hapje proeven? Nee. Ik wil het niet, oké? Alsjeblieft? Nee. Zeg maar, ik wil het niet, oké? Wil het niet. Hey, good morning. Het is dinsdag en ik zit midden in mijn vakantie. Ik heb alleen één afspraak en het is helemaal geen vervelende afspraak. Ik ga namelijk onze baby eventjes van dichtbij bekijken. Ik heb voor de derde keer een 20 weken echo. Want elke keer als ik kom, dan kunnen ze bepaalde dingetjes niet zien. Omdat de baby dus helemaal in elkaar gekropen ligt, zeg maar. Dus het is ergens een beetje pech. Omdat je natuurlijk gewoon wil weten dat alles helemaal oké is. Alleen het is allemaal niet zo goed zichtbaar. Dus ze hebben me de laatste keer naar huis gestuurd met maak je alsjeblieft geen zorgen. Maar we moeten officieel echt alles goed op de foto kunnen zetten.
En elke keer zien ze dan weer iets, een beetje, maar toch ook weer niet helemaal goed. Dus er miste nu nog één meting. En die gaan we dan nu controleren. Maar toen zeiden ze, nou ja, als je er dan toch bent, dan doen we gewoon alles nog een keertje opnieuw. En dan kunnen we ook mooi de progressie weer zien van de afgelopen 3 weken. Dus want deze week ben ik alweer 23 weken. Dus dat gaat lekker vlot. Nou ja, verder heb ik vanmorgen vroeg alweer gesport. En daarna zijn we gaan ontbijten samen met Lulu en Alexis. En even kijken hoor. Ik ga bijna verkeerd. En daarna gaan Nick, Lulu en Alexis zwemmen. En wat daar super leuk aan is, is dat Alexis blijkt dus al best wel goed te kunnen zwemmen. En we hebben een zwemles voor haar geboekt met een privé-lerares. Omdat mijn allergrootste angst is dat Alexis zou verdrinken. En ik weet echt niet waar dat vandaan komt. Maar ik heb daar echt soms slapeloze nachten van. Zeker op vakantie. Als we bij mijn ouders zijn die aan het water wonen, dan ben ik echt continu staak aan. En heb ik eigenlijk een soort van mega veel cortisol in mijn lijf. En nou, heb ik er dus stress van. Ik ben er gewoon onbewust heel erg mee bezig. Dus en het is natuurlijk voor Alexis heel erg fijn om te kunnen zwemmen. Zeker omdat mijn ouders dus een zwembad hebben. En we doen het graag. En Alexis vindt het heel leuk om te zwemmen. Maar het zou mij zoveel rust geven als zij gewoon in ieder geval kon blijven drijven. En nog beter als ze gewoon kon zwemmen zonder bandjes. Dus we hebben haar opgegeven voor een cursus van Children of the Water. No spon. Ik heb het gewoon gegoogeld en gekeken wat het beste zou zijn voor ons en wat in de buurt zit en zo. En dat kan je dan van baby af aan kan je dat doen. Maar toen vond ik het echt nog een beetje te zielig. Op een of andere manier dat ik het niet... Ik zag het niet voor me dat ik met baby Alexis en dat ik haar dan zo onder water moest duwen en zo. Mijn moederhart kon dat niet aan. En achteraf heb ik er de spijt van dat ik het toen niet heb gedaan. Want het had mij een hele hoop stress minder gezorgd. Gegeven. Dus, ze is nu 2, bijna 3. En ik dacht, het is tijd. Dus na haar verjaardag hebben we die cursus 10 dagen lang. En dan is het geloof ik een half uurtje tot 3 kwartier zwemmen. En de bedoeling is eigenlijk van deze cursus dat ze leert drijven. Dus dat ze zichzelf kan redden. Dus als ze in het water zou vallen, dat ze dan naar de oppervlakte kan komen. En dat ze dan eventjes kan blijven drijven om op adem te komen. En daarna voorzichtig naar de kant kan komen. Dat is het hele idee van de cursus. Nou, maar vanaf het moment dat je besluit dat te doen, mag je dus met je kindje niet meer met bandjes zwemmen. Want dat is een soort schijnveiligheid. En dat bleek ook wel, want wij gingen dus afgelopen weekend met Alexis zwemmen. En wat doet mevrouw? Ze staat aan de kant en het was super koud water. Want het is een sportzwembad hier beneden in het Okura. Dus het is geloof ik uit mijn hoofd 23 graden. Dus dat is best wel frisjes. Dan moet je even in doorkomen. Dus Nick die had al gevoeld aan het water. En die liep terug naar de bedjes om tegen mij te zeggen van nou, het is best wel een beetje koud. En ineens horen we plons. Is Alexis gewoon vol in het water gesprongen. Want die denkt dat zij kan zwemmen. Omdat ze gewoon gewend is dat wij haar bandjes aantrekken. En dat ze dan lekker erin kan springen. Dus dat was echt het perfecte voorbeeld. Dus Nick erachteraan, die was meteen in 1 keer door. En die heeft er zo eruit gevist. En wij allebei heel rustig gereageerd met goed zo Alexis. Hartstikke goed gedaan. Ging jij zo in het water springen. Want het laatste wat je wil is dat ze dus angst krijgt voor water. Dat ze schrikt van ons, zeg maar, dat ze erin sprong. Toen hebben we rustig uitgelegd dat ze eerst moet leren zwemmen. Dat ze geen bandjes meer omkrijgt. En dat ze dan zelf erin mag springen. Dat ze voortaan eventjes moet wachten op papa en mama. Nou, dus toen zijn we begonnen met een paar tips van die lerares die ze gaf. En eigenlijk instantly pakte ze dit op. Dus we legden haar op de rug om zo zeg maar eventjes te drijven. Met de beentjes wijd en haar armpjes wijd. En dan
zo lucht in de longen. Ik bleef gewoon drijven. En toen dacht ik, oké, dat is al winnen. En ze vond het dus gelukkig ook leuk, want je ligt natuurlijk wel echt met je oortjes ook onder water. Maar ze heeft gewoon geen angst voor water, ze vindt het super leuk. Dus ze bleef gewoon zo liggen en dat houdt ze dan na een minuutje vol, maar daarna zinkt ze wel echt. Dus ze moet nog heel veel oefenen daarmee. Maar dit was al zo fijn dat ze dus dat kon. En ze kan dus onder water zwemmen en dat doet ze dan ook echt in alle rust, dus met haar hoofdje onder water. En ze blijft naar mijn zin veel te lang met haar hoofd onder water, want ze moet gewoon op een gegeven moment lucht happen. Maar ze zwemt dan zo heel rustig en volgens mijn ouders deed ik dat dus ook al sinds mijn tweede. Was ik net als Alexis echt een waterratje en alleen maar in het water te vinden. Toen heeft uiteindelijk mijn vader enorm zijn best gedaan om tijdens een 3-weekse vakantie mee te leren zwemmen en dat is dus toen gelukt. Dus ik kon zwemmen sinds ik 2,5 was, geloof ik. Dus dat zijn we nu bij Alexis ook een beetje aan het doen. En ze vindt het echt onwijs leuk. Dus mijn zorg dat ze het heel eng zou vinden met de lerares straks, dat is wel een beetje weg. Maar ik denk dat ze het heel snel onder de knie heeft en dat ze dan in plaats van aan het eind van de cursus kan blijven drijven, dat ze aan het eind van die 10 dagen, dat ze gewoon kan zwemmen met haar hoofd boven water. Want als ze dat nu al onder water kan en ze kan al blijven drijven, vertelde de lerares, dan kan ze straks waarschijnlijk gewoon zwemmen. En dat scheelt gewoon heel erg als je straks je A-diploma gaat halen. Dus die gaan we er natuurlijk dan versneld achteraan doen. En dat is heel fijn voor mij, voor mijn gemoedstoestand, maar vooral natuurlijk heel leuk voor Alexis. Maar goed, vandaag gaan ze dus zwemmen en ik kan er dus niet de hele tijd bij zijn omdat ik mijn echo heb. Dus ik ga straks na de echo zo snel mogelijk weer naar huis racen, badpak aan en dan naar beneden. Waar Lulu, Nick en Alexis lekker aan het zwemmen zijn. Vandaag hebben we een rustig dagje ingepland omdat het super slecht weer is in Nederland tijdens onze staycation hier in eigen land. We hebben gisteren echt een super drukke dag gehad, dus vandaag doen we het even lekker rustig aan. Blijven een beetje in en om het hotel heen. En dan morgen hebben we weer een hele leuke drukke planning. Dus maar goed, ik neem jullie uiteraard overal lekker mee naartoe. Maar dit was dus mijn aller grootste angstverhaal. Dan weten jullie dat ook meteen. Verdrinkingsdood. Bij mezelf, maar ook bij dus mensen die ik lief heb. En dus al helemaal bij mijn kinderen. Dus die angst die zit echt diep. Dat ik gewoon op vakantie is het laatste waar ik aan denk voordat ik eindelijk in slaap val. Is dus dat Alexis verdrinkt. Dat is echt heel erg. Dus ik heb 100 keer afgeklopt. Nou, super gezellig met jullie gekletst te hebben. Ik ben bijna op locatie in Blaricum voor mijn echo. En ik spreek jullie later. Ik ga weer eventjes goed op de weg letten voordat ik straks verkeerd rijd. Nou, baby was helemaal in orde. Dus ik ben ondertussen weer terug in het hotel. En Nick en de kids zijn nog aan het zwemmen, dus ik ga daar ook gaan naartoe. En we hebben een lekker chille dag voor de boeg. Mami! Laat eens zien hoe goed jij kan zwemmen dan. Zo hé! Mami! Ja! Ja, kan jij zo goed zwemmen, popje? Mami, mami. Ja, ik hoor je wel. Kan jij zo goed zwemmen? Nou, volgens mij wil je er weer in. Spring weer naar papa. Nee. Ja, dat is goed. En drijven? Kan je drijven, Alexis? Laat eens zien. Nee. Oh, kijk. Ik kan het wel.
weet niet. Ik denk dat hij niet meegaat. Ian. Oh, sorry. Alexis heeft zelf haar outfit samengesteld. Jij mag eentje, jij mag eentje, jij mag eentje. Oh, maar dan zijn ze op. Okay. Dus jij mag ze alle drie wel. Oké. Wij gaan iets heel leuks doen. Want voor Nick zijn verjaardag heb ik hem natuurlijk een cocktail shake moment cadeau gegeven. En zijn eigen cocktail. Cocktail shake. Ja. Dus die gaan wij nu. Ja, maak shake. Dus we gaan het nou samen maken. En dan leren te shaken zelf. Kom maar, Alexis. We hebben gisteren dus eerst een korte brainstorm gehad. En toen ben jij ermee aan de slag gegaan. Yes, inderdaad. Ik ben heel benieuwd zometeen. Dus we hebben mijn favoriete smaken doorgegeven en die van Nick. En dan gaan we nu dus eventjes proeven samen. Dus wat ben je aan het filmen? Dit proces. Nu een waterglas. Lemon curd, dat is op de meer dingen toe. Ja, dat eet jij altijd. Ja, dat vind ik dus super lekker. Ja. Oh, echt? Ja. Oh, dat is echt ja. Ik zat de hele tijd over na te denken. Wat is lemon curd ook weer? Ja. Maar dat, op die scones, ja. Ja. Ja, dat vind ik echt super lekker. Hoeveel ingrediënten zitten hier nu doorheen? Ik ga even stiekem kijken. Ik dacht 6. Kijk. Ja, 6. Oh, weer. Hier. Ja, maar hier. Oh, dat is heel gele. Kijk eens. Wat zeg je dan? Alsjeblieft, is dat genoeg? Ja. Een bakje. Ja? Oh ja, in het bakje. Oh, ja. Ja. Van jou. Zo, je sultana even weg. Ja, maar dan mag je die ook. Dan mag je ze allebei, roze en geel. Wow. Hier proef je peper weer meer. Ja, hier echt minder. Hoeveel rondjes? Is dit hem? Dit is hem. Nu nog een naam? Of het is gewoon niks? Niks. Wat wil je drinken? Niks. Niks. Ja, lekker? Ja, is lekker. Lekker. Zo, lekker bootje varen, hè? Alexis, dat is leuk. Dag, Anze. Dag, Okura. Voor de eerste keer sinds ik in Amsterdam woon met Nick, dat ik door de grachten vaar. Leuk. Hey, dag. Zo, en na een heerlijk middagje varen, meren we zo meteen weer aan bij Okura. Want je kan daar dus opstappen met een bootje, dat kunnen ze gewoon voor je regelen. Dus we hebben net 3 uurtjes gevaren en toen wilden bepaalde mensen, ik noem geen namen, McDonald's. En Lulu.
Dus Nick is zo lief geweest om tegen zijn zin in en tegen zijn principes in McDonald's voor ons te halen. Dat hebben we hier lekker op de boot opgesmikkeld en nu zijn we weer bijna terug. Nou, vanavond zijn we weer in, thuis aan het eten. In ons eigen restaurant hier beneden. Aan onze eigen bakplaat. We hebben vanavond afgesproken met Shahid en zijn vrouw. En ze hebben 4 kinderen bij zich. Wij hebben er maar 2 op dit moment. Dus er zijn meer kinderen dan volwassenen aanwezig. En dat, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat gaan vanavond. Zo'n hele grote kamer hier. Zodat iedereen een plekje heeft om te zitten. En de andere mensen rust hebben. Ja. Ja, weet je, Samantha en Shahid die zijn dit natuurlijk gewend. Dus die zijn gewend om met zulke grote aantallen te eten gezellig. Is het lekker, Alexis? Goed hoor. Cheers. Hey, de pen ziet, Nick. Je ziet de peepjes al zitten, toch? Oh, die heet. Oh, ja. Oh, ik had het. In mijn water gevallen en toen was tadaa. Het. Tadaa. Het is gewoon heel jammer. Proost, schat. Ik vind het wel lekker. Zo, ga je lekker op de cheers. Cheers.